Hey, hallo, welkom bij een nieuwe video. Ik zou graag WhatsApp J-Squad doen, maar het kan er echt niet uitkomen. Ik ben wakker geworden met een super opgezwollen keel. Ik heb heel veel pijn hier aan mijn linkerkant, dus ik kan het even niet doen. Dus bij deze, welkom bij een nieuwe video. Het kan goed zijn dat dat te maken heeft met het feit dat ik ben gestopt met roken. Je lichaam moet volledig reinigen en dat gebeurt dan wel eens dat je last krijgt van verschillende kwaaltjes. Dus laten we hopen dat het daardoor komt en niet door iets anders. Maar goed, dat maakt ons natuurlijk niet minder vrolijk, want vandaag gaan we reageren op een reactievideo. En laten we even 3 keer raden welke video dat is. Mijn beste vriend Jens heeft besloten om een video over mij te maken. Hij ging reageren op mijn oude Instagram-foto's en laten we zeggen dat hem niet heel vriendelijk was. Dus bij deze ga ik hem vandaag terugpakken, maar eerst gaan we even kijken naar de abonnees en naar de shout-out. We staan op 94.997 abonnees. De shout-out gaat naar Delphine de Reper. Oh my god, sommigen dragen zoveel make-up, maar de mooiste blijft Jamila. Als je het zo schrijft, sorry als het verkeerd is. Het is juist geschreven. Als ik naar jouw video's kijk, word ik altijd super blij. En ik word er super blij van dat jij naar mijn video's kijkt. Oh yeah. Oké, Jens. Are you ready for my comeback? We gaan samen gewoon Jens zijn video even bekijken. Ik ben benieuwd. Helemaal welkom bij een nieuwe video van mij, Jens van Goedhem. Na lang aandringen van ons Jamila heb ik nu eindelijk eens een nieuwe video gemaakt. Dat klopt volledig. Ik ben letterlijk al 2 jaar aan het zagen en aan het zeggen van Jens, maak nu eens iets van je eigen kanaal in de plaats van altijd op dat van mij te zitten. En ik heb een beetje geïnvesteerd in lampen, in een beetje een nieuwe achtergrond. Ik dacht wel dat dat nodig zou zijn. Dus bij deze. Ja, laten we eerlijk zijn, hoe dat je het ervoor uitzag, had het niet echt een setting kunnen zijn van de video. Tenzij dat je zo'n beetje zo'n soort van een containerparkachtige achtergrond wilt, dan was Jens en Kamerie wel ideaal. Vandaag gaan we reageren op de oude Instagram-foto's van Jamila. Ik heb haar profiel hier bij mij. Dus ik ga telkens een screenshot ergens in beeld zetten. En dan gaan we samen eens bekijken. Ik ben helemaal naar onder gescrollt op haar profiel. Dus we gaan echt beginnen bij het begin. Ook de plaats waar dat die een intro zo kei randomly komt. Zo. Snap je zo? Midden in een zin, tussen 2 woorden, komt ineens die een intro. Like, Jens, know your place, letterlijk. Oké, foto 2014, de allereerste foto op haar Instagram. En dat is deze. Even een beetje inzoomen. Oké, ja. Ik vind dat ze eigenlijk niet zoveel veranderd is op zich. Een beetje hetzelfde haar. Allee, toen zag het er nog misschien iets gezonder uit. Oh ja, ja, dus dat. Sorry dat ik niet al 47 jaar met mijn hand in mijn haar zit te wapperen voor alles goed te leggen. Sorry dat ik niet die persoon ben. Een gewone foto. Ik vind het niet overdreven met haar lippen of zo. Dus, ça va nog. Dan gaan we ineens door naar de volgende. Hier. Allee. De foto van 15 december 2014. Zie nu die tetten. Dat is echt zo in your face gewoon. Ja Jens, ik weet dat jij al jaren zegt dat je gay bent, maar ik weet hoe graag dat je ze echt in je gezicht zou willen hebben. But shit ain't gonna happen. Dus get over it. Ik zou zeggen, ga terug op zoek naar worst, want mijn borst gaat dat niet krijgen. Dat is zoiets dat ik al meestal vraag. Zeg gewoon van, hoe zou ik dat online zetten? En dan stuurt zij 5 of 6 verschillende foto's, eigenlijk 20, maar goed. En dan zeg ik zo van, oh ja, zou dat minder doen of dat? Duidelijk kennen ze mij hier nog niet, want, allee. Ja, nee, dat is wel. De Jens is zo iemand dat dat niet goedkeurt, dat je zo te naakt of te bloot je eigen online zit. Maar wat ik dan wel raar vind, is dat je soms zo foto's stuurt van Cardi B of van andere bekende sterren. En dan zegt hem, oh my god, zie je hoe dat hij eruit ziet. En dan is dat echt zo, allee, naked all the way. Maar als ik even maar een decolleté laat zien, dan is het te veel. Weet je, het is het een of het ander, hè, gesje. Je moet niet zo 2 zakken gaan doen en dan tegen mij zeggen dat dat niet kan. En tegen Cardi B zeggen dat het wel kan. Don't be that guy, alstublieft. Hoe steekt je een vinger in je eigen kont? Vraag het aan Jamila. Ik denk dat ze op dat moment of zo geen relatie had of een of andere one night stand of een fuck buddy of zo. Dus ja, dan moet je het zelf doen natuurlijk. Hè. Ja, wij kenden elkaar al op die foto, hè, dus je zult wel geweten hebben of ik iemand had of niet. Hè, aangezien dat wij heel ons leven delen met elkaar. En ze toont eigenlijk gewoon aan ons hoe dat moet. Voilà. Maar ja, kijk, mij moet ze dat niet meer leren, want ik weet al hoe dat je dingen in je kont moet steken. Dus ja.
Ah, prachtig. Want dat is echt wat wij willen weten. Dit beeld wat we ook echt voor ogen hebben. Dank u, Jens, voor het creëren van dit prachtige antwoord. Oké, een foto van 16 mei 2015. What the fuck is dat? Echt. Dat is echt boerenmarginaal. Zo'n piercing hier. Who does that shit? Echt. En echt zo'n steentje. Dat is echt... Ah nee, dat vind ik echt zo lelijk. Ik kan niet ontkennen. Mijn piercing was een fout in mijn leven. Ik ben blij dat hij er niet meer in zit. Mijn lip is er scheef doorgekomen. Dus ja, ik ben niet zo fan van piercings. Dus in deze moet ik hem gelijk geven. Gelukkig dat hij er nu uit is. Of ja, we waren geen vrienden, zo. Stabla. Oké, dus je gaat mensen in hun leven toelaten of afstoten omdat ze een piercing hebben. Is dat de vriendschap dat wij hebben, Jens? Oké. Ça va. Nee, dan snap ik het. Gaan we ineens door, weer naar de volgende. We zitten al aan 7 juni 2015. Bikini aan en gaan. Ziet die tette weer? Dat is echt zoiets dat ze graag in de strijd legt, denk ik. De rest laten we nooit zien. Dat gaat, ja, waarschijnlijk vol celluliet. Nu is de vraag of ik mijn eigen ga inhouden of hier all the way ga gaan. Ik denk uit respect dat ik mijn eigen ga inhouden. Jens lijkt op foto... on fleek, laten we maar zeggen. Maar in het echt, en ik kan geen getallen noemen, weegt je veel meer als mij. En in het echt ziet er dat ook. Een paar jaar geleden kon hem dat nog goed verbergen, maar ik moet zeggen, het lukt niet meer zo goed. Normaal kijk ik nooit meer op mensen die dat wat voller zijn, maar aangezien dat deze maar een beste vriend is en hij kijkt neer op mij omdat ik wat voller ben, had ik zoiets van, we doen het gewoon terug. Maar ik vind het gewoon grappig, de ironie dat hem over mij zegt van, je bent wat zwaarder, want er komen nog grappen over mijn bar. Ik zeg, in de stress. Dat hij dat zegt, terwijl dat hij meer als mij weegt en ook niet echt het lichaam heeft om u tegen te zeggen. Maar goed, Jens, als je maar op andere mensen kunt neerkijken. Dat is wat je graag doet, hè. Weer door naar de volgende. Ah, hier. 29 juni 2015. Ik denk dat ze... Dat ze een poging doen. Om te vermageren. Oh, ziet hem lekker. Jesje, ik deed tenminste een poging. In bed liggen en pizza fritten is niet echt een poging ondernemen, toch? En dan nog snapshots van uw bovenkant trekken. Want oh, weet je de onderkant trekt. Ah, healthy cookie. Och, lacht me. Lacht me. Dat kan niet. Healthy cooking Zita. Rijst met courgettes en kip. Hey. Zag er wel goed uit. Dat moet ik wel toegeven. Ik denk niet dat ze dat zelf had gemaakt. Ik heb wel zelf gemaakt. Maar ja, kijk. Je moet zien. Allee, ja. Ze heeft toch toen een poging ondernomen om iets af te vallen. Ja, niet veel van gekomen, maar ja. Volgende foto. 19 oktober 2015. Toen had ze denk ik juist de nieuwe apps ontdekt om mee te brengen. Want it's a little too much. Sta blij. Zita. Allee, die... Hoe noem je dat? Wimpers noemt hij. Nee, wenkbrauw niet. Wimpers? Hoe fucking fake. Echt erover gewoon. Maar gewoon dat... dat is precies zo... Jamila bij Madame Tussaud. Crazy mood. Ik moet zeggen, haar dieet heeft precies toch iets geholpen toen, want... Allee ja, toen zag ze er echt nog een fliek uit, hè. Nu ik was een fliek. Verminderd. Maar kijk, mensen veranderen, hè. Zou jij beter ook iets doen? Allee, Zita. Precies zo een heroïnehoerke uit Brussel-Noord of zo. Ik was aan het knipperen met mijn ogen, mensen. En blijkbaar dat je dus knippert met je ogen, zit ineens een heroïnehoer. Dus bij deze jullie zijn 89.000 keer per dag heroïnehoeren. Hey, laten we dat vieren met een heroïnecake. 6 april 2016. Oh, my birthday, alstublieft. Ja, toen kenden we elkaar al. And on my birthday, she's fucking with another girl. Echt erover. Ja, dat noemen ze opnames doen. Als je committed bent naar een kanaal toe en je wilt dat dat blijft bestaan, moet je namelijk video's maken. Je eens wist dat. En ik was daar bij dat meisje om opnames te doen. En aangezien dat mijn toekomst belangrijker is dan onze wegvervagende vriendschap, vond ik het wel belangrijk om op dat moment bij Jill te zijn en niet bij u. Maar toch een gelukkige verjaardag. In plaats van bij mij te zijn, like, supporting me for my birthday, nee, ja. Echt niet gewoon. Die is met fucking die, ik weet haar naam al niet meer, van Temptation. Maar ja, ik ken het. Die was toen zo bekend, dus Jamila, dacht, oh, in de video voor likes. Ah, oké, ik gebruikte iemand voor likes, oké, sorry.
Ja, nee, ik dacht dat jij die Coté wel kende, aangezien dat er in hun titel reageren op Jamila Baidu haar Instagram-foto staat. Uitdrukkelijk mijn achternaam erbij. Hoogstwaarschijnlijk staat ook Jamila Baidu in de tekst vermeld. De laatste 3 jaar dat jij constant in mijn video's hebt gezeten en daardoor ook leuke sponsordeals pakt. Ja, dat is natuurlijk ook allemaal uit eigen kracht. Ja, ik weet het. Sorry, het spijt me zeer. 8 april 2016. Zit ze daar met wie? Met Louise. Met iemand van Temptation. Alleen maar voor de likes. Kennen we dat? Kinderen, vraagt hem. Ja, jij kent dat zeker, hè? Ah, ja. 4 mei, foto's in de spiegel. Denk dat ze misschien juist dat het dat daar is geweest of zo. Deze is een grappig moment, mensen. Jens is aan het lachen. Dat is ook het enigste grappige moment dat Jens kan creëren. Ach ja, dit was de video voor vandaag. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Zo ja, dan moet je zeker even de video liken en even abonneren. En het belletje ernaast aantikken, zodat je altijd een melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. En dan hoop ik dat mijn stem morgen beter is. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur bij een gloednieuwe video. Doei!